Hey, hallo, wat leuk dat je weer kijkt naar een filmpje over online gaming, oftewel het spelen van strategische bordspellen solo, gewoon op een tafel. En we gaan naar de volgende beurt, van Normandy 44. We zijn gebleven in beurt 15. We gaan naar beurt 16, de Duitse fase. En zoals altijd gaan we eerst dobbelen. We gooien een 6. Dat zou betekenen een heel mooi weer. En eigenlijk, gezien de stand op het bord, is dit ook wel het einde van het spel. Formeel gezien is er nog geen victory, want om echt een victory te kunnen doen moet ik nog één ding doen, of Sint-Lo veroveren of K veroveren. Nou, K heeft nog maar één heks, dat is deze. Dat is de enige heks die er nog is. Maar zoals je ziet, we zitten in beurt 16 met heel mooi weer. Betekent eigenlijk dat de Duitsers geen kans meer maken. We zien ook dat de komende drie beurten ze slechts één eenheid erbij krijgen. Dus dat betekent dat een tegenaanval er ook niet echt in zit. Als we even kijken naar de historische lijn, dat is de rode stippellijn. Die loopt hier. Even kijken hoor. Zover. En dat is op beurt 22. Het staat hier ook op de kaart. De Naval Bombardment Line en de Historical Front Line on June the 27th. En June the 27th is in beurt 22. Er zijn nog 7 beurten vandaan. En eigenlijk hebben we overal die lijn, zijn we al overal gepasseerd. De enige uitzondering is Cherbourg, want die was veroverd in die tijd. Maar goed, dat is ook een kwestie van een paar beurten is het ook klaar. Dus, en dat is het voordeel dan als je solo speelt, je kunt zeggen het is goed geweest. Het is nu een kwestie van de Galliëren om gewoon door te drukken. Duitsers kunnen alleen maar tegenhouden, doen ze al beurten lang. En eigenlijk krijgen ze geen kans. Dus als we kijken hoe het er nu voor staat. Kaan, wat ik zeg, is op deze heks na volledig veroverd. Een bruggenhoofd op de Orne, aan twee kanten. Hier zie je de frontlijn. Sint-Lo wordt van twee kanten belaagd. Amerikanen drukken hier nog wat door. En Cherbourg is eigenlijk omsingeld te staan bij de rand van het Cherbourg Fort. Daar hebben we speciale regels. Maar goed, die hoef ik nou niet uit te leggen. Het komt erop neer dat elke aanval daarop geen armor shift heeft in eerste instantie. En dat alles voor mij een heksbond is. Ja, wat moet je dan zeggen van het spel? Het was leuk om te spelen, alleen wel lastig. Solo spelen van dit soort spellen is toch lastig, omdat je toch weet wat de Galliëren doen en wat de Duitsers gaan doen. En toch was ik af en toe wel verrassend bezig in die zin dat hier op een gegeven moment een heel groot gat ontstond in de linie, waar ik me totaal niet op had voorbereid. En ik heb natuurlijk diverse fouten gemaakt, ongetwijfeld ook in de spelregels. Maar toch heb ik geprobeerd om dat allemaal zo goed mogelijk te doen. Dat betekent, wat heb ik hiervan geleerd? Nou, ten eerste dat de Duitsers een stuk beter moeten gaan spelen. Want ik heb grotendeels op wat kleine plaatstootjes na tegengehouden. Maar eigenlijk moet je als Duitsers ook wel een keer een paar tegenaanvallen doen. Ten eerste helpt dat op veel manieren. Ten eerste worden de Galliëren daar een beetje schrikachtig van. Ten tweede, als je eenheden laat terugtrekken, retreaten, zijn ze disrupted en kunnen ze de volgende beurt niet meer aanvallen. Dus je breekt ook een beetje de aanval van de Galliëren. Nou zijn er in dit spel weinig mogelijkheden geweest, in ieder geval zover ik heb kunnen zien, voor de Duitsers om echt in de tegenaanval te gaan. Ik heb ook relatief weinig schade gedaan aan de Galliëren troepen. Dat betekent, als we kijken wat we hebben verloren als Galliëren, ik geloof dat we, dit zijn allemaal eenheden die we terug moesten trekken. Op die tank natuurlijk niet. Dit zijn alle Duitse verliezen. Dan maakt het wel lastig. En wat me ook opviel, en het kan toeval zijn, is dat we relatief veel mooi weer hebben gehad. En mooi weer betekent voor de Galliëren dat ze heel veel support hebben. Dan kun je nagaan, bij mooi weer heb je 2 naval units, 3 air units en 2 support. Als tenminste de mulberries klaar zijn. In totaal levert je dat dus op
7 support points, oftewel 7 shifts. En dat is veel. En daar staan de Duitsers tegenover. Die hebben maximaal 2, afhankelijk van het weer, 2 artillerie support per beurt erbij. En een wervereenheid, en er komt nog eentje op bord, die komt pas later. Dus, en de Duitsers hebben geen luchtmacht, geen nevel. Dus eigenlijk betekent dat, dat 7 voor de Amerikanen, 7 voor de Engelsen. Later in het spel gaat nevel eraf, dus laten we het houden op 5. Heb je 10 shifts voor de Galliëren. In totaal tegenover 3 van de Duitsers. Of misschien 4 van de Duitsers. En dan weet je wel dat je dus aanvallend gezien veel meer kan doen. Ander punt wat opviel is dat de Amerikanen en de Britten relatief makkelijk, maar dat komt ook door het goede weer, verliezen kunnen absorberen. Steplossers prima, Duitsers kunnen dat eigenlijk niet. Komt ook door het mooie weer dat je minder supply krijgt. Maar Duitse verliezen, zeker van de goede eenheden, hè, zoals de grote Duitse divisies, die zijn kwalitatief heel sterk, maar moeilijk weer te herstellen als ze schade oplopen. En dat doet wat met je. Ander ding wat me opviel is, en dat is een foutje aan mijn kant, dat ik voor de Duitsers relatief weinig heb gebruik gemaakt van zogenaamde improvements, oftewel dat ze zich ingraven. Dat moet ik gewoon consequent doen. Het kan geen kwaad. Als je het doet, scheelt met je determined defense. En het helpt ook dat je geen tankshift krijgt. Dus, advies, doen. En determined defense is voor de Duitsers enorm belangrijk. Elke keer dat je niet hoeft terug te trekken, stop je dus de advance of de vooruitgang van de Galliëren. Dus je moet veel gebruik maken van die determined defense. Is het succesvol, ben je ook niet disrupted. En kun je dus eventueel de volgende beurt daar weer gebruik van maken. Andere dingen die me opvielen. Galliëren hebben heel veel support en kunnen veel absorberen qua verliezen. Betekent ook dat zij aanvallen van 2 tegen 1 makkelijk kunnen doen. Het wordt niet altijd blij als je kijkt naar de kolom van 2 tegen 1. Dan zie je dat je eigenlijk 50% kans hebt om verlies te krijgen. Maar Duitsers hebben maar 1/3 kans om verlies te leiden. Maar jij kunt dat als Galliëerde absorberen. En de Duitsers kunnen dat niet. De Duitsers moeten minimaal 3 tegen 1, 4 tegen 1, 5 tegen 1 aanvallen. En dan nog, als je kijkt naar de tabel. 5 tegen 1 als aanvaller heb je nog altijd 1/3 kans een A1 te krijgen. Dat betekent dat je nog 1/3 kans hebt om verlies te leiden terwijl je dik in de aanval gaat. En dat is natuurlijk voor de Duitse sterke eenheden altijd lastig. Want je loopt altijd het risico om bijvoorbeeld je sterke tank schade op te laten lopen. Wat is me nog meer opgevallen? Bocage is ontzettend goed voor de Duitsers. Langzaam terugtrekken, 1 heks per keer, klaar. En ook al kunnen de Galliëren soms te langs gaan, en daarvoor heb je reserve troepen nodig, is het goed verdedigend terrein. Nou, dat brengt ons direct bij het volgende punt. Ik had veel meer gebruik moeten maken van eenheden die in reserve staan. Als je aanvalt, duw je vaak de tegenstander wel terug. Maar je moet eigenlijk een follow-up aanval hebben om echt een doorbraak of echt een gat te krijgen of schade te doen. Dus dat is een wijze les van mij. Maak veel meer gebruik van om de troepen in reserve te zetten. Is echt een pluspunt. Wat is me nog meer opgevallen? Ten tweede, wat de volgende was, hoofdkwartieren. Ze lijken niet zo belangrijk, maar eigenlijk moet je ervoor zorgen dat al je eenheden en altijd waar je aanvalt in het bereik van een hoofdkwartier zit. Ik kwam een aantal keren erachter dat ik geen support kon leveren. Betekent direct voor de Galliëren dat je geen artillerie support kunt hebben. En voor de Duitsers ook niet, als je een determined defense wil doen of in een aanval. Dus je moet echt zorgen dat je voldoende hoofdkwartieren hebt en dat die goed over het bord verspreid staan. Dus als Galliëren, wacht niet te lang met het laten aanrukken van extra hoofdkwartieren als reserve om juist te zorgen dat je altijd support krijgt. Andere zaak is voor de Duitsers, zorg ervoor dat je of in een improved position bent, ofwel je hebt je ingegraven zodat je geen tankshift tegen krijgt, of dat je daar een anti-tank eenheid hebt staan. Want dat zorgt ervoor dat een plus 1 shift, die de Galliëren eigenlijk altijd krijgen, want die hebben heel veel tanks, teniet wordt gedaan. Ik kwam een paar keer, zeker hier, in de problemen met de Duitsers, omdat ik geen tankshift kon tegenhouden. En dan hebben de Galliëren al snel een 2 tegen 1.
En zorg er ook voor, maar dat hangt ook van je troep af, dat je minimaal met 10 verdedigt. Waarom met 10? Omdat je twee keer de verdedigende waarde moet hebben om een extra shift te krijgen. En met 10, 2 keer 10 is 20. Betekent dat je maximaal met 18 kunt aanvallen en dat je nooit een gratis shift krijgt. Het gebeurt wel een paar keer. Laatst was het hier nog. Geen terrain modifier erbij. En dat is natuurlijk heel goed voor de geallieerden, zeker in deze fase van het spel. Die kunnen makkelijk 18 aanvalspunten erbij zetten. Dus als Duitsers, zorg ervoor met je train dat je minimaal 10 hebt. En dan is het altijd 1 tegen 1. Als je dan ingegraven bent, heb je geen tankshift. Dan moet de geallieerden al hun supply of hun ondersteuning inzetten ervoor. Wat kan ik nog meer vertellen? Tja, dat was het eigenlijk wel. Dus een paar tips en trucs. En wat kan ik nog meer vertellen? Nou ja, er zijn een heleboel kleine dingetjes. Ik was even vergeten dat je bij de kaderunits de letters hebt staan. Dan weet je welke unit het gaat die je moet vervangen. Dat had ik even vergeten. Je hebt natuurlijk iets kleins dat je deze altijd omdraait. Dan weet je wie aan de beurt is. Nou, normaal is maar op. Ik had in het begin had ik direct deze twee Duitse hoofdkwartieren. Terwijl je eigenlijk totdat Cherbourg afgesneden is één hoofdkwartier kunt gebruiken. Dat is wat makkelijker om bij te houden waar je je shifts op doet. Of je artillery support op doet. En wat je wel gezien hebt, maar dat is al bij de eerste paar filmpjes geweest, dat de geallieerden hier direct, de Britten, makkelijk konden doorstoten door de Duitse linies heen. Had ik beter moeten kunnen verdedigen, maar het ging op een gegeven moment heel makkelijk. En misschien ligt daar ook nog wel een verbeterpuntje om te kijken hoe je de eerste beurten als Duitser een redelijke frontlijn kunt vormen, zodat het niet te snel je land inwaarts wordt geduwd. Want kan ik hem eigenlijk direct vanaf het begin af aan onder vuur te liggen. En dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Maar goed. Zo zijn er wat tips en trucs. Al met al lijkt me dit spel ontzettend leuk om te spelen tegen een echte tegenstander. Dan krijg je toch weer altijd verrassende dingen. Maar voor nu was het heel leuk om dit solo te doen. En zoals je ziet van deze serie. Dit is Normandy. Je hebt hier ook zijn voorganger. Die gaat over de Ardennen. En je hebt eentje over Frankrijk en eentje van Holland. En misschien ga ik een van die volgende hierna spelen. Als je nog suggesties of opmerkingen of ideeën hebt, zet deze in de comment. En dan bedank ik je voor het kijken. En tot de volgende keer.